Vandaag zijn we aan de Lindonklaan nummer 5 in de Raamsungsveer. En daar hebben we in de verkoop gekregen deze fantastische, ruim opgezette 200 kap woning. Hij is zowel aan de zijkant uitgebouwd, hij is aan de achterkant uitgebouwd. Waardoor dat je echt een flinke woonoppervlakte hebt. Een oppervlakte van ruim 160 vierkante meter. Een inhoud van ongeveer 650 kub. De woning is gelegen op een perceel van 250 vierkante meter. En het ligt echt in een mooie, rustige, volwassen straat. Met grote, fantastische bomen. Dus echt in een heerlijke groene woonomgeving. Je zit enerzijds zo op de uitvalswegen. En anderzijds zit je zo in het centrum van de Raamsungsveer. Alle voorzieningen bij deze woning zijn toch op relatief korte afstand van de woning gelegen. De woning is dus aan de zijkant uitgebouwd. En daardoor heb je een zeer royale entree hal gekregen, want hierachter zit eigenlijk de oorspronkelijke hal. Maar hierachter heb je nu twee slaapkamers en een badkamer op de begane grond. Aan de voorzijde is de half open keuken gelegen en die is eigenlijk in een U-opstelling geplaatst en eigenlijk helemaal compleet. Koelkast, vriezer, afzuigkap, 5-pits gaskookplaat, combi-oven. De vaatwasser ontbreekt natuurlijk niet en de keuken is ook nog eens keer voorzien van een close-in boiler. Genieten aanrechtblad en ook door de grote raampartijen die hierin zitten. Een lekkere lichte keuken met ook voldoende daglicht toetreding op je werkblad. Nou, we zijn nu in de woonkamer van de Lindonklaan, nummer 5. En ik sta nu eigenlijk precies op de lijn waar vroeger de woning eindigde. Dit is de hele aanbouw die er nog eens een keer is aangezet met een grote schuifbui erin. Waardoor dat je echt nu een zee aan daglicht toetreding hier binnen hebt. En achter deze deur kom je dus eigenlijk in de badkamer uit op de begane grond. En het mooie daarvan is dat je eigenlijk in die badkamer komt. Dat twee privévertrekken, dus beide slaapkamers, echt privé gehouden kunnen worden. Omdat ze separaat allebei toegankelijk zijn. Nou, vanuit de entreehal kom je dus eigenlijk in de eerste slaapkamer op de begane grond. Voorzien van een grote lichtkoepel. Er zit verwarming in. Dus de kamer is volledig geïsoleerd. Er zit ook nog een airco in en vanuit deze kamer kom je dus eigenlijk in de badkamer. Die badkamer is dus ook toegankelijk vanuit de woonkamer. Wederom hier een lichtkoepel, dus in alle kamers heb je echt lekker veel daglicht toetreding. Extra toilet hier op de begane grond in deze badkamer. Een grote douche, de aansluitingen voor de wasapparatuur zitten hier. Een vaste wastafel en een handdoekradiator. Nou, vanuit die badkamer kom je dus eigenlijk in de tweede slaapkamer op de begane grond, die is aan de achterzijde gelegen. Grote raampartij aan de zijkant, daar zitten ook nog eens een keer rolluiken voor. En ook deze kamer is gewoon keurig netjes afgewerkt. Nou, we zijn nu op de eerste verdieping van de Lindonklaan nummer 5 in de slaapkamer aan de voorzijde. Voorheen waren dit twee kamers. De slaapkamers zijn samengevoegd. Dat kon ook heel makkelijk, gezien het feit dat je beneden nu twee extra slaapkamers hebt. Deze kamer, wat dat betreft ook weer keurig netjes afgewerkt. De deur hebben ze wel laten zitten, maar er zit nu eigenlijk een soort inbouwkast achter. Verder kunststof kozijn op deze verdieping met rolluiken, dan wel screens. De hoofdslaapkamer is aan de achterzijde gelegen en die is dus net als de slaapkamer aan de voorzijde nu ook lekker ruim van opzet. Ook hier weer hetzelfde soort kunststof kozijnen erin. De hoofdslaapkamer beschikt ook nog eens een keer weer over een airco. En het mooie wat je hier kunt zien, als je door het raam naar buiten kijkt, is dat je eigenlijk geen directe achterburen hebt. Want deze woning is aan de achterzijde lekker vrijgelegen. Nou, naast een badkamer op de begane grond is er dus ook een badkamer op de verdieping. En eigenlijk helemaal compleet en er is optimaal gebruik gemaakt van de ruimte. Zo is er een lichtbad met een whirlpool functie. Eigenlijk het derde toilet. Douchecabine en een groot wastafelmeubel. En daarnaast beschikt de badkamer ook nog over een flinke handdoekradiator. Nou, middels een vaste trap en je hebt eigenlijk een heerlijke lichte overloop, zowel op de eerste verdieping als op de tweede verdieping, door de zijramen die er zitten. En dan heb je eigenlijk nog een hele praktische zolderkamer, zolderslaapkamer. Want hier is nog eens een keer extra een dakkapel opgezet. Aan de achterzijde nog volop bergruimte. En achter deze deur zit eigenlijk een soort technische ruimte met de opstelling van de cv-ketel. We zijn nu in de achtertuin van de Lindonklaan 5. En deze tuin is gelegen op het oosten.
Maar eigenlijk heb je hier bijna heel de dag de zon, want hij komt daarop en draait heerlijk zo rond. De achterzijde van de woning is ook nog eens keer voorzien van een zonnescherm. En aan de achterzijde zit hier ook nog een zeer ruim opgezette, aangebouwde berging. En heel de tuin is onderhoudsarm aangelegd. En je hebt geen achterburen, want hierachter grens je eigenlijk aan een kleinschalig parkeerterrein, waardoor dat je hier heerlijk vrij kunt genieten in je eigen achtertuin. Alle informatie over deze fantastische woning, levensloopbestendige woning, is te vinden op de eigen website www.lindonklaan5.nl.